Yo mensen! Hallo! Hallo, we zijn weer, gaan weer lekker, lekker survivalen. We weten dat het de vorige keer niet helemaal goed gegaan is. Bedankt voor jullie opmerkingen dat ik zo'n noob ben bijvoorbeeld en zo. En dat soort dingen, ja. Maar ja. We gaan dit keer gaan we eerst zo even bedden maken, zodat we in ieder geval de nacht doorkomen. En daarvoor hebben we weer shears nodig, denk ik. Dat weet ik dan weer wel, dat je daarmee schapen... En goed zo, Mark. Ja, ik heb ook helemaal geen tools meer trouwens, dus we moeten ook nog tools hebben. Nee, niemand heeft tools meer. Ik heb wel nog net seeds gevonden. Maar, we hebben een flash. Mogen ze gewoon dit huisje kapot maken? Hebben we hier hout? Oh, nee. Gewoon hier de zijkant, zo. Oké. Okay. De onderkant dan. Misschien. Zo, ja, ik... Als je me niet ontsnapt. Nee, dat komt toch, komt goed. Arm schaam. We maken een okay, huisje nu... kapot. Ja, echt zo. Oh. Zo, kijk, ik heb was even... niet erg. Sorry. Een crafting Baka. Table. Dankjewel, Baka. We hadden nog een crafting table, die staat in de muur. Echt? Oh. Noob. Noob. Nou, kijk, hier hebben we een mooie... Noob noemen. Nog eentje. Oké, ik heb nog... Stokjes. Oh, dit kan natuurlijk niet. Ik moet stop. Hebben we een zwaardje nodig of een pickaxe? Wat zullen we doen? Eerst, hè? Oh, wacht. Als ik nou eerst gewoon een pickaxe neem. Ik heb hier al één pickaxe. Oh, ik heb ook een pickaxe. Zo. Oké, nou, ik ga eventjes... Tenminste, geen stone. Even steen hakken. We kunnen een stone pickaxe maken. Zo. Zo, drie. Cool. Ben je al naar beneden toe? Ja, nou ja, dat kleine stukje. Nice. Oké, ik heb een stone pickaxe. Echt? Ik denk... Oh, heb je... Ik ga denk... Ik ga wel even deze kant op of zo dan. Ga je dan niet de wereld uit? Ik vind wel een mooie weg. Ik vind wel een... Een geslaagde weg. Ik vind wel een weg. Nou ja. Ik zal even kijken tot waar de wereld gaat. En dan... Oh, iron. Holy shit. Oeh, heb je Ik heb al 6. Heb ik er, denk ik. Give me. Is geven? Hier, ja, ik ga het wel eventjes even in de furnace stoppen. Eventjes... Ik had nog kool gevonden namelijk. Aha. Oh, daar zit nog vet voor. Hoi. Porkchop. Arme varkentjes. Eerst. Ja, dat was een levend. Een levend varkentje. Zo. Ik wilde een soort maken. Ja, en shears. Hoe maak je die? Weet je dat? Met iron. Ja, met 2. Kom maar. Heb je er 2? Daar, alsjeblieft. Naast onder elkaar. Zit hier dan een schaapje? Oh nee, hier zit wel een koe, dus die ga ik wel pakken. Hier zit een schaap, hier is een schaap. Koe! Kim? We hebben meat, waar? Hier. Oh ja, trouwens, wat jullie ook allemaal zeiden is dat ik allemaal eten heb opgegeten. Dat is ook niet zo slim. Maar ja, daar gaan we wel een oplossing voor vinden. Nou, we hebben wel een beetje eten. Ik heb net nog een koe geslacht. Die gaat voor 3. Hoeveel wol heb je nu eigenlijk? 1. Oh. Sommige geven er meer en sommige niet. Maar die groeit straks weer aan, toch? Ja. Maar ik denk dat we dan even naar een andere wereldje moeten. Naar een andere... Dingen slaan. Want ik zag daaronder zit allemaal... dat ik even een pickaxe kan maken van iron. Ik heb 3, ja. Waar ben je nou? Oh. Maar ik ga dan heel even snel... Daar. Zullen we naar de berg zitten, zeg maar. Kijk, daar zijn wel schapen. Daar zo. Bovenop. En wat we trouwens ook dan moeten doen, is deze brug even wat breder maken. Dit is levensgevaarlijk natuurlijk. Ja, deze misschien een beetje heel maken. Ja, deze. Dit is geen brug. Zal ik alvast hier wat... Moeten we ons echt voor schamen. Ja, kijk, inderdaad, er zitten allemaal skeletons in. En schiet hier dus eraf ook en zo. Wacht, zal ik met je meegaan? Of? Ja, misschien is het al een beetje handig. Maar ik...
Moet wel oppassen, want anders... Ja, we moeten wel oppassen. Wat hoor ik nou inderdaad de hele tijd voor weerde geluiden? Oh, kijk, iron. Oh shit. Woep. Oh shit, oh shit. Heb jij een zwaard? Ja, ik had een zwaard gemaakt. Oké, okay, nice. Ja, kijk uit. Kijk uit, kijk uit. Oh, ik heb 3 hartjes verloren. Echt? Misschien kunnen we beter gewoon omhoog of zo. Nou, even. Ik wil die. Shit hebben. Waar komt dat vandaan? Wat ga jij. Daar. Wat ga je pakken dan? Is het daar de. Dingen als iron en. Oh, oké. Okay. Ik ga eventjes wat. Holy shit, een creeper. Kimpels op! Oké. Heb jij trouwens nog een kool bij je ofzo? Of? Ja. Want we moeten even wat torches maken. Oh, torches, ja. Dat is niet eens zo'n gek idee. Ik heb een stokje. Ik ga in ieder geval eventjes wat cobblestone pakken. Want dan kunnen we even de... torches geven dan? Ja, doe maar. Woep. Alsjeblieft. Dankjewel. Want dan ga ik eventjes wat kobbel pakken. En dan kunnen we even de brug wat groter maken. Ja, ik ga dan voor de... Oh ja, en we gaan ook meer werken aan onze challenges, want daar hebben we ook nog niet zoveel aan gedaan. Ja, misschien. Dus daar gaan we deze keer ook wat meer aan werken. Hoop ik. Waar zit de diamond? Oh, daar beneden. Ik ga eerst de diamond pakken. Oeh. Oké. Ja, daar zie je. Maar, oké, ik ga even die brug... Wow. Dan moeten we wel echt gelijk even terug naar het huisje toe. Want nou, of even als je diamond verliest, is het echt best wel zonde. Anders ga jij even snel naar boven en dan geef jij maar de iron. Of de diamond. En dan ga jij hierboven eventjes schapen shearen. Ja, oh shit, nu doe ik precies de andere kant als dat ik net deed in de brug, van de brug. Blijf leven, hè? Ik heb hier 3 diamonds. Hier. Oh, nice. Oh, er zit daar nog een. Achievement get, diamonds. Nog één. Gaan we ons eerst maar eventjes die schapen doen, Kim? Want dan kunnen we in ieder geval slapen. Hé? Ja, misschien wel, ja. Er zit een skeleton hier. Oké, hebben we een chest al? Waar? Hebben die al? Nee. Of wacht, er staat hier wel een chest, dus dan gebruik ik die gewoon even. Oh, en hier is ook nog een schaap, die is die heeft wol. Zou ik anders ook nog even shears maken, of is dat zonde? Dat is best wel... Misschien een klein beetje zonde. Holy shit! Opeens staat hier een... What the fuck? Die Enderman? Nee, maar wel een... Waar zit je dan? Ik ben weer bij mij in ons huis. Ik heb de diamond al weggelegd, alleen staat hier opeens een skeleton in ons huis. Oh dear, meen je dat nou? Ja. Ik heb... namelijk nog een diamond. Dus ik kom ook heel even zo, terug. Dit is even makkelijker. Zo, oké. Ja. Zo, daarbuiten staat nog een schaap, Kim. Oeh. Dus Oh ja, op het randje. Kom eens hier. Jij moet er niet dood laten gaan. Nee, ik weet het. Misschien moeten we hallo, eerst even... kom eens. Nee, kom maar. Ik heb al een idee. Nice. Heb je hem weggeduwd? Nee, oh, nee. Ik ga wel zeggen, dat is ook waard. Bijna. Ik wist dat het zoiets kijk, ging. Kijk, hij is nu van de rand af. Hij is van de rand af. Ja, ja. Kijk dan. Hij komt gezellig achter mijn steek aan, denk ik. Ik dacht dat ze vegetariërs waren, maar... Hey. 2. Nice. Oké, we hebben in ieder geval 1 bed nu, of niet? Of? 4. Ja, we hebben 1 bed in ieder geval nu. Oké, nice. Trouwens, ik heb niet meer wood, dus ik kan inderdaad echt 1 bed maken en dat is het. Oh, zou ik even wat wood gaan halen dan? Ja, ik heb hier nog... Wat ben ik nou allemaal aan het kloten, jongens? Erbij. Zo, ik heb even nog wel een iron sword gemaakt. Maar, oh, als we dus... een iron sword. Als we nu dus meer hout hebben en meer wol, dan kunnen we nog een bed maken.
Ja, ik zat eerst eigenlijk te denken aan een chest. Is dat niet iets handiger? Ja, maar kijk. We hebben hier buiten. Hier hebben we ook een chest staan. Oh ja, die chest. Daar heb ik de diamond in gedaan. Oh. Ik denk, nou, maak weer eens even bedden. En dan, We moeten ook nog even een fatsoenlijk huisje maken, trouwens nog. Ja, want we kunnen nu niet allebei tegelijk slapen, toch? Nee. Dus dan wordt het weer een nacht, Ja. 4 diamonds. Trouwens, ik ga hier even wat toortjes neerzetten, zodat we niet, die beesten hier niet overal spawnen hier. In ieder geval die, Dat is wel een goed idee, ja. Moet ik, Nee, dit zijn fensjes, dus dat kan niet. We moeten later maar even... Oh, Kim, wacht. Hij heeft weer, wol. Heeft hij weer wol? Ja. Doet hij snel. Ja, doe ik hem niet na. Nee, ik ook niet. Had ik er nou 1 of 2? Ik heb geen idee, ik zag het niet. Ik had er eentje gekregen. Zo. Hoppakee. Nog hout voor een tweede bed. Dus als hij nog een keer even... Nice. Superpowers gebruikt om dat te doen. Oké, dan kunnen we even slapen. Oh, holy shit, er is opeens een skeleton daar. Het regent wel lekker trouwens, het is wel erg. Erg fijn. Hij komt naar binnen. Oh, wacht, ik zal hem eventjes. Oh, ja, jas me voor. Potjes, nou kunnen we bone meal maken. Op zich kunnen we nu wel een farm soort van maken. Nice! Oh, ik moet eten trouwens. Ik heb hier ook voor je, als je nodig hebt. Oh ja, jij hebt de porridge opgepakt of niet? Ja, ik had honger. Oh. Ja, ik heb ook nog een pork chopje bij me. Oké. Zo, dat is net genoeg. En een kipje. Maar, als we nu nog... We hebben nog 1 wol nodig. Oh, die shit, een creeper. Pas op, Kim. No! Oh, oeps. Oh, dat is net niet onze furnace. Oké. Maakt niet uit. Kijk, het is al gefixt. Zo, ziet er al prachtig uit. Nou. Maar, oké, wacht. Wacht. Daarbovenop moet natuurlijk ook nog even wat torch. Een torch. Damit. Oh, nee, dat wacht niet. Nou ja, YOLO. Teleporter hub. Wat is dat nou? We kunnen dus nog wel iets met die teleporter. Dat is een zombie. Ja. Nou, we moeten even kijken. God of the hill. Wat is dit trouwens? Ik dacht dat jij dat was. Ga weg. Wat is dit Kim eigenlijk? Huh? Wurtlum. Wacom language sign. Oké. Ja, hier is een huisje. Aan de andere kant van ons huis. Er zit een brug. Hier, deze kant op, Kim. Pas op hoor, komt een skeleton aan. Oh god. Ah, zo. Katja. Ja? Daar zit ook nog een huisje, zie je dat? Met die glowstone erbovenop. Oh ja. Die... Oh wauw, hier zie ik meer dan ik. die hebben vorige vorige keer nog niet gezien. Nee. Maar hier staat dus... Wurtlum. Walk language. Mijn bordjes gaan in mijn shader pack een beetje heen en weer. Oh, goed. Dat is een beetje weird. Wat? Holy shit, wat? Wat? Hoe de fuck komen we hier opeens? To a Hills Island, to Aquilia Temple, to Wakan Village. Hey Kim, wacht Kim, is dat wel zo slim? God, dat is niet, nee. Ik wil terug. Ik wilde net zeggen. Oh nee. Waarom? Wat de fuck? Nee, jongens, bedankt voor het kijken van deze episode en wij gaan even uitzoeken wie... Oh, nee.